Hey, we hebben goed beeld. Lekker hoor, in de zon. Lekker hoor, in de zon. Leuk dat jullie weer kijken. Jij denkt, wat gaat hij nou doen? Wat gaat hij nou doen met die vinger? Okay. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Tour Manager met deze week Peggy Vrijens. Hoi. Hey. Hi. Is het zo gek dat je daar nu niks hoort? Toch? Normaal krijg je, als jij je naam hoort, dan hoor je toch vaak applaus. Nou, zo klemmerig is mijn leven niet hoor. Nee. Dat valt reuze. Nee, maar in theater. Nee, dan word je ook niet genoemd. Nee, dan word je niet geïntroduceerd. Nee. Je komt alleen je op. Je doet je ding en daarna buig je. Dan komt het applaus. Ja. En bij, als je te gast bent in een programma, ook niet altijd. Dat ligt eraan of het live publiek is. Ja, anders word je gewoon geïntroduceerd. Ja, nou, ik vond het zo stil. Ik denk, ik zou een applausbandje hier. Oh, kijk, dat zou wel leuk zijn. Zo eentje op de knopje. Ja, dat als ik jou als ik de gast aankondig, dan dat kan je er wel in monteren. Dat kan wel, ja. Ga ik eronder zetten. Ja. Dat hebben jullie net gehoord. Ja. Dus. Yay. Wat gek, hè? Want nu zitten we zo zakelijk te praten, terwijl we elkaar al heel goed kennen eigenlijk. Ja, ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik jou leerde kennen, toen kwam ik de Bolle Jan binnen. Och, ja. En toen zei jij door de microfoon, en daar hebben we Peggy Vrijens. Ja. Toen dacht ik, hè? Ja. Hoe weet je dat? Want toen zei je dus dat je me herkende van theater. Van de voorstelling. Ja. Ik word namelijk nooit herkend van theater. Ik word wel herkend van dingen van televisie, maar niet van theater. Dus dat, vond ik heel grappig. Ja, grappig is dat, hè? Ja. Dat, vanaf dat moment zijn we eigenlijk goed bevriend geraakt. Ja. En, eigenlijk heel, want ja, ik kwam toen best wel wekelijks bij de Bolle Jan. Ja. Ja, je ging altijd lam aan de bar. Nee. Nee, het was wel zo dat als ik binnenkwam dat de poort al klaar stond. Ja. Oh ja, dat was het, wel confronterend. Ik dacht, ze weten precies hoe ik ben. Ja. Kom je toe vaak? Erg. Maar het was heel gezellig. Ja, wel leuke avonden gehad. Ja. Maar hoe lang speel je al niet in theater? Wel niet? Hoeveel voorstellingen? 17 jaar. 17 jaar? Ja. Dat is alleen theater, maar dan ook alle tv dingen die je... Ja, mijn allereerste grote televisieding. Nou, mijn allereerste dingetje op televisie was een gastrol in Luifel en Luifel. Luifel en Luifel. Politie-serie was dat vroeger. Detective-serie. En daarna zat ik in Rozengeur Mot Klein. Oh ja. Dat was zeg maar mijn grote rol voor televisie. Dat heb ik dan 1 of 2 seizoenen gedaan. En ik heb in Costa de serie gezeten. Voetbalvrouwen. Ja, dat vond ik jou geweldig in. Was jij een Russisch of wat? Russisch, ik was de Wajin. Oh ja, ja, ja. Ik was de Wajin van de voetbalclub. Ja, het was geweldig. Heel leuk. Helemaal die overdreven grote paarse verenjassen en helemaal uitgetost. Ja, dat was te gek om te doen. Een heel klein rolletje in die film ook weer van Reinhard Oermans. Hoe heet die ook? Ah, ik was Hoer 1. Dat was een heel klein rolletje was dat. Hoer 1. Maar het was geweldig om mee te maken. Dat stond ook bij de aftiteling. Ja. Hoer 1, Peggy Vrijens. Wat erg, hè? Maar het was een geweldige scène. En dan ook nog alle stemmen. Ja, ik doe heel veel stemmen. Nee, ik doe inderdaad heel veel stemmenwerk. Dus heel veel tekenfilms. En heel veel computerspellen, commercials, voiceovers. Eigenlijk. Ik herken altijd jouw stem in een reclame of zo. Dat is respect. Ja. Ja, dat is vaak heel herkenbaar. Ja, precies. Dus ik doe een soort tameren. Een beetje een hees geluid wat vrij herkenbaar is. Ja, je hoort het gelijk. Ja. En je hebt ooit mijn intro's nog ingesproken. Oh ja! En die gebruik ik nog. Nee, dat weet je niet. No, ja. Oh! Ja, en jij hebt een keer gezongen op mijn verjaardag. Oh ja, ook toen nog. Toen ben ik 35. En toen, 35? Ja, toen ging jij optreden. Dat vond ik echt dat was vorig jaar. Oh ja, tuurlijk. Dat was vorig jaar. Ja, inderdaad. En een of ander klein zaakje in Amsterdam. Ja, in een cafeetje was het. Heel gezellig. Ja, we hebben al een echt verleden. Ja joh. Jeetje. Ja. Gevaren. Ook. Ook nog. Ja. Ik heb je liefde zien ontmoeten, bij wijze van. Hè? Ook nog. Hebben we het erover gehad. Uitgebreid, ja. Hebben we het erover gehad. Ja, was erbij. Ja, was erbij. Ja, en ik heb je nu vader zien worden. Ja. Leuk, hè? Ah, ja, mooie dingen. Dus ik vind... In 6 jaar tijd. In 6 jaar tijd, ja. Het voelt echt alsof we elkaar al ons hele leven kennen. Ja, hè? Maar we gaan nu eerst, want het is dit weekend theaterweekend, hè? Ja. En dat is volgens mij om de mensen die niet naar theater gaan, te laten proeven hoe het is in theater. En hoe komen naar theater. Ja, je kan dan voor een tientje naar een aantal geselecteerde voorstellingen gaan kijken die dan spelen. Ja. En... Ik ben ambassadrice daarvan. Dus waar we nu naartoe gaan in Amersfoort is zeg maar de opening van het theaterseizoen. Ik vind het leuk om mee te kijken. Ja, nou, ik vind het heel leuk dat je erbij bent. Ja, en je hebt gelijk een chauffeur. Nou, dat vind ik dus fijn, want
ik vind overdag rijden prima, maar ik ben s'avonds, ik weet niet wat ik heb, maar ik ben een soort kippig of zo. Echt? Ik zie allemaal dingen die er niet zijn. Een soort nachtlicht. Ja, kijk, normaal rijden wij natuurlijk altijd met een busje. Ja. Dus, dat scheelt dan weer. Ja, maar die ging mij natuurlijk niet. Dat busje ging mij natuurlijk niet eerst naar Amersfoort brengen. En dan had ik daar toch met een auto gezeten, omdat ik rechtstreeks door moet, anders haal ik het niet. Nee, dus had je toch vanavond dan weer... Dat had ik vanavond teruggevoerd. Ja. Het is makkelijk. Gekund, hoor, maar ik vind liever... Dit kwam goed uit. Ja. We kunnen gelijk combineren. En ik zit in jouw hele mooie auto. Ja, heerlijk, hè, zit het. Prachtig. We zitten prima. Ja. Bedankt, Mini Amsterdam. Hey. Oh, Mini Amsterdam. Ja. Iets wel zeggen. Die leuk. Camera voor Mini Amsterdam. Nou, zou je ook een goede reclame voor kunnen inspreken? Nee. Ja. Toch, als jij dan ik een leuk auto. Ik ben wel een mini rijden, hoor. Ja. De uitgang er komt. Gelukkig niet veel lopen, want ik heb een hele hoge hak aan. Ja, ik zie het, ja. Ja, goed, hè. Het hoort er wel bij. Ja, tuurlijk. Het is wel beetje glamour. Ja, beetje glamour. Doe maar zo. Ja. Polderglamour, want ik heb eigenlijk ook hele lelijke platte schoenen bij me. We zijn binnen. Mooi, mooi gedaan, hè? Ja, dan gaat straks. Dus hier gaat straks de officiële opening van het theaterweekend. Ja, wat ik dus begrepen heb is dat staan we dadelijk met een aantal een klein clubje van de ambassadeurs, want heel veel mensen kunnen niet, want die moeten inderdaad zelf spelen. Ik ook, maar ik sta in de buurt. Dan gaan we hier. Er komt minister Jet Bussemaker. Albert Verlinde zal er zijn, Remy Sambo presenteert het geheel en dan gaan we met z'n allen op de knop drukken om het theaterweekend officieel te openen. Ik zeg, we gaan eten. Dit gaan we doen. Ja. Ik heb les gehad vandaag. Ik ben haar skate trainer. Ja, ik hoorde het al, ja. Ik heb ze ook echt aan. Ja, ze wilde gelijk al. Een dag in het leven van. Ja. Precies. Mooie Peggy Vrijens. Die ze kant en haar. En de dames van Matroeska. Nou, jullie allemaal. En ik wil aan de mensen vragen. Als jullie foto's van gaan maken, gooi het op Facebook, Twitter, internet. En maak dit weekend echt tot een daverend succes. Roy, ik moet je even naar voren. Die kunnen misschien de schuld. Die kunnen misschien de schuld. Kan jij ook natuurlijk. Oké. Dan verklaren wij. Wacht even. Ja, ben je? Ja, kan niet, mag ik? Maar ingenieur, denk ik. Dames en heren, wij blijven hier voor een heel mooi fotomomentje. Blijf vooral hangen en komen zo met de drankjes langs. Om 5:10 schakelen we live over naar RTL Live met Albert en mevrouw Bussemaker. 5 minuten daarna krijgen we een spetterend optreden van niemand minder dan Birgit Lewis. Ik zie jullie zo. We moeten eigenlijk weg. Ja, we moeten eigenlijk weg, maar we hebben geen tijd meer om te eten. Zo gaat het ook soms. Nou, zie je, Jeffrey's aan de lijn, hè? Als ja. Je het weten. Ja. Jeffrey's aan de lijn. En wat kunnen we hier eten? We hadden eerst net boterkoek. Ja, ik heb al drie stukken. Drie stukken boterkoek op. En nu gaat Jeffrey aan de chips. Hey, dit is de andere kant, hè? Je hebt geen tijd om te eten. Geen tijd om te eten. Dus dit is glamour leven. Ik ga nu met een bitterbal de voorstelling indalen. En een broodje bepauw. En ik eet het ook lekker door elkaar. Lukt het? Ja, het lukt. Ja, dankjewel. Ja, ik heb er ook één, kijk. Oh ja, hij heeft ook een bitterbal, want Jeffrey is aan de lijn. Ik ben aan de lijn, dus dat schiet lekker op. Ja, dat schiet inderdaad. Maar we moeten echt opschieten, hoor. Ja, ik moet nu echt gaan rennen. Hé, hey, dankjewel, hè. Merci, hoi. Oh. Ja, heel chic zo, hè, met die ballen in je handen. Hey, dit is bepauw, dat plakt allemaal mijn tanden. Dus ik kan niet te breed lachen, want dan... Nee, dat is goed. Nee, we zijn gewoon op tijd, hoor, zo. Komt ja? Wel goed. Ja. En dan moeten de mensen gewoon wachten. Ja, nee, dat is helemaal optie. Vol, hè? Het is uitverkocht in Leiden. Ja. Nou, we zijn er, hè? Ja. We zijn nu aangekomen in Leiden. Het is 6:30. We hebben hard gereden. Ja, heel hard. Jeffrey is een goede chauffeur. Ja. Het oudste theater van Nederland.
Daar staan we, volle bak, uitverkocht. Ja, leuk. Had ik al gezegd natuurlijk. Het is nu 7:30, ik moet om 8:15 spelen. Dat houdt in, ik ga namelijk al iets eerder op in de voorstelling. Dus dat houdt in dat ik om 10:00 ben ik op het toneel. Hé, hey, we zijn even lopen, hè? Ja, op hakken. Ja, goeiedag. Oh ja, hart tegen hart en zo. Dank u. Hoppa. Kijk eens. Ze zijn wel verloren. Jij loopt op je hak. Ja, goed hè. Ja, we zijn er. Lekker warm. Oh, fijn. Fijn, fijn, fijn. Heel erg mooi. Prachtig. En hier zitten straks 500 man of zo. Ja, ik weet niet hoeveel stoelen er zijn, maar het zit wel behoorlijk. Zoiets. Ja, gek hè? En dat is, is dat je familie? Ja, dat is mijn gezin. De hart tegen hart gezin. Ja, precies. En er wordt gezongen? Ja. En er wordt piano gespeeld. Te gek. En, ga je ook zingen? Wie weet. Ja, ik ga wel iets soort van zingen. Spannend. Ja, je gaat het wel allemaal zien, hè? Ja. Dus hier. Dit is where the magic is. Moet je zien wat een mooi theater. Ja, mooi, hè? Fantastisch, hè? Ja. Wat mooi, hè? Ja, het is mooi hier, hè? De oudste schouwburg van Nederland. Ja. Very nice. Very nice. Oh, je loopt bijna tegen het decor aan. Oh, alle flessen. Ja, volgens mij moet ik daar zijn. Hoi, hallo. Hi. Kleedkamer, hi. Kleedkamer. Hi. Hi, Jannik aangegaan. Hier door de deur en dan naar rechts. Yes. En dan links naar beneden. Links naar beneden, dankjewel. Het erge is, ik ben hier al 10 keer geweest, maar ik vergeet dat altijd. Omdat je elke dag een ander theater ziet. Ja, en ik heb daar geen geheugen voor. Dat de mensen zeggen, oh, we staan daar. Oh, dus dat theater met die schoon. Dan denk ik echt... Geen idee. Ik zit nu in mijn kleding, dit heb ik aan. Ik heb nog een paar schoenen bij. Dat is de kleding zeg maar van je rol. Oh. Ja. En ik heb nog een paar hakken bij. Ik moet mijn haar nog opsteken. En een flinke dikke laag make-up erop. En dan komt het allemaal goed. Het belangrijkste is dat ik mijn basis op heb en mijn haar omhoog. Dan kan ik daarna de rest doen. Je hebt er gewoon overheen hoor. Ik ga het zo checken met Alex. Ja, is toch elke keer weer nodig? Jazeker. Heb je nog ritueeltjes elke dag? Van die je altijd doet? Nee, het zijn eigenlijk de dingen die ik hoor te doen. Dat of ben je gespannen? Nee. Is het heel erg dat ik dat niet meer ben? Ja, dat ben je voor de première. Gisteren vond ik spannend in Amstelveen. En dan komen er allemaal mensen die je kent. Dan is het weer spannend. Maar voor nu voel ik geen spanning meer. En dat doe je gewoon. Ja. Twee vingers in je neus. Nou, je zal zien dat het stuk is geen twee vingers in je neus. Nee, dat geloof nee, ik. Nee, het is best pittig. Maar ja, zo ervaar je dat niet als je er eenmaal in zit. Nee, dan doe je het gewoon. Ja, eigenlijk wel. Oh ja, over ritueeltjes gesproken. Ik doe altijd dezelfde teksten met de soundcheck. Op deze leeftijd nog een liefdesbaby. Eén keer dank voor dummies gezien en hop, ze gaan er meteen voor. Nee, wij zijn hele bijzondere mensen. Wij gaan op ons 43ste nog... Ik vind het zo'n erg woord dat ik hem vaak niet eruit krijg. Let op. Wij gaan op ons 43ste nog een mongooltje maken, maar dat geeft niks. Want die zijn hartstikke gezellig. En dan de hele tijd dat geheimzinnige gedoe. Nee, we zeggen lekker niks, zodat gekke Kim weer zo'n visbeton maken. Van die kleine glibberige dingetjes die ik niet mag eten. Ja, sorry hoor. Misschien heb ik het wel helemaal mis. Maar ik wil gewoon niet dat dit een kutavond wordt. Ik wil dat het gewoon gezellig wordt, hè? Gewoon gezellig. Wie zorgt ervoor dat wij met z'n allen op wintersport kunnen? Wie regelt de skipassen? Mark. Mark, die gaat op wintersport altijd eerst uitgebreid op het terras zitten met een grote cappuccino. Om eens even lekker zijn zonnebrilletje schoon te maken. Terwijl ik in dat benauwde skihok daar beneden op 40 vierkante centimeter die kinderen probeer aan te kleden. En altijd wel een of andere dikke Duitser die met zijn stok in mijn reet staat te prikken. Priek. Entschuldigung, bist du alleine? Nein! Nou ja, eigentlich wel, ja. Jo. Dankjewel. Astu. Wat een teksten. Ja, ik doe hem nu ook extra snel, want dan oefen ik meteen even dat ik... zijn er spraakoefeningen? Nee, maar dat is echt het minste.
vind ik. Dat vinden mensen altijd het knapst, maar dat vind ik het minst. Ja. Zo. Het gaat vooral over het elke avond weer te doen, alsof je het voor de eerste keer doet. Dat is wat het knap maakt. Wat ik op mijn ritueeltjes zijn, ik check altijd even mijn requisieten. En in deze tas haal ik altijd mijn schuifspeldjes, want elke avond doe ik die dan uit en die stop ik dan in die tas. Maar die moet ik dan de volgende dag weer eruit vissen. Want ja, je krijgt natuurlijk niet elke dag een nieuw setje. Nee, natuurlijk niet. Zo gaat dat niet, hè? En die telefoon hoort hier ook te liggen? Ja, die hoort daar te liggen. Die hoort bij de voorkant. Dat is een requisiet. En hier zijn al mijn requisieten. Ik heb de meeste. Maar Ramon zet dat altijd keurig klaar. Dus hier zit. Dit heb ik straks allemaal nodig. Dit. Oh, lekkere worst. Ja, nou. Oh, jij liever dan ik. Die is echt niet lekker, hoor. Nee, sorry. Ja. Genoeg telefoons, ja. Dan zitten we dadelijk hier. Zo braaf te wachten totdat je mag beginnen. Zo. Ja, dat is steeds een stelletje speelt. Het wisselt af, inderdaad. Ja, we moeten zachtjes praten, want de zaal is al vol. De zaal is vol. Je hebt toch een ritueel? Ja, toch. Ik doe altijd een beetje stemoefeningen. En dan heb ik toch dat ik van mezelf een tekstje moet zeggen. Wat ik ooit op school heb geleerd. Voor je spraak. Ja. Nou, dat gaat zo. Ja. Als ik hem nog weet. De Europese romantiek, zowel in Byron, Heine als Hugo, gekenmerkt door een sterke sociaal-ethische strekking, vindt in Multatuli een geniale Nederlandse vertegenwoordiger. Evenals Byron, onberekenbaar en hoogmoedig op de grens van grootheidswaan, cynisch en even sentimenteel, maar altijd antiburgerlijk zoals Heine, democratisch en vrijheidslievend als Victor Hugo, wist hij behalve zijn Max Havelaar het conceptievermogen dat elk deze drie in staat stelde werken te scheppen van grote omvang. Doch hij overtreft een ander op zijn beurt door de onvergelijkelijke veelzijdigheid van zijn stilistisch vermogen, dat hem naar de onbewust toegepaste eis tussen inhoud en vorm zijn taalgebruik doet wisselen met wisselende onderwerpen. Dat is en dat doe ik omdat ik dan even mijn mond warm maak en even taaloefeningen doe. De articulatie even op pep. En dan moet ik dat voor mezelf gedaan hebben. Oké. Ja, dat was het. Go for it, hè. Joe. Hoi dan. Nou, wat een fijne voorstelling, jongens. Ik heb foto's gemaakt. Vond je het leuk? Ja. Zag je heel lekker kijken. Ja. Wat kan jij goed? Ja, maar opletten. Dat echt knap, hoor. Ik vind het echt heel erg knap dat jij zo zit. En dat je het allemaal een beetje gevolgd ook nog, hè? Alles. Hallo, Max. Nou, toppertje. Wat een lekkere zaal, hè? Voor deze saai. Dat is niet. Is het nou eens afgelopen? Nee. Alles goed? Ja, ja, het was heel fijn. Ja. Ja, het was heel leuk. Het is hier iets kleiner op het podium, dus het was wel wat wennen. Maar ja, de zaal doet zo goed mee. Het is heel erg. Uitgelopen. Ja, oh ja, dat hoort. Hè? Want ik heb natuurlijk enorm gehaald. Ja. Ja. Dus mooi blommeke achter zo. Ja. Nou, het was er weer een. Best heftig, hè? Ja, ja, ik zie er nu een beetje anders uit dan in het begin van de voorstelling. Maar dat is juist goed. Ja. Nou, het zit erop, hè? Wacht, sorry. Nog een keer, waar kijk je naar? Je kijkt naar dit gaatje. Ja, nou, ik kijk eigenlijk gewoon... Want we moeten wel dezelfde... Ik denk dat we altijd naar dat gaatje moeten kijken. Ja, moet als ik nu kijk, kijk ik dan in de kamer? Jij ziet het. Ik kijk nu naar het gaatje. Ja? Kijk ik nu in de net? Ja. Ja, dit is... Dat is dat het... Dat is het gaatje. Kijk maar in het gaatje. Sorry. Nee, het zit erop, hè? Ja. Was leuk. Ja, nou, ik vond het heel leuk dat je in de coulissen stond. Ja, ik vond het leuk om eens vanaf die kant te kijken. Ja. Ik zou niks anders willen doen. Dit is, nee, maar zo dat in de kleedkamer, in het theater, is iets magisch. Ja, dat is het ook echt. En er zit zo, het is zo gezellig, omdat je voelt gewoon dat het hele publiek, het zit propvol. Mensen hangen over het balkon. Dat geeft een lekkere sfeer in de zaal. Ja. Het was echt gek. Ja, nee, ik vond het echt heel leuk om het zo mee te maken. Ja. Om jou zo eens te zien in plaats van gewoon privé. Ja, inderdaad. Ja. Toch, heel anders. Nou, ik vond het leuk dat je mee was. Nou, gezellig. Nodig me nog een keer uit. Doe ik? Nee, we gaan nog een deel 2 maken. Oh, dat doen we zeker een keer. Volgend seizoen of over twee jaar. Als mensen het leuk vinden. Ja. Wel in een andere auto, alsjeblieft. Niet meer in de auto. Ja, nee. Niet meer in die lelijke mini. Te gekke auto. Ja. Nee, ja. Iedereen bedankt voor het kijken natuurlijk. Ja. En doe even, even liken en delen het filmpje. Als je het leuk vindt. Duimpje omhoog. En kijken wie we volgende week weer hebben. Volgens mij ook wel weer een leuke gast, maar... Wie dan? Ja, weet ik nog niet. Oh. Ja, stiekem weet je stiekem het wel, maar ik ga het nog niet vertellen. Oké. Dus, bedankt voor het kijken weer, deze aflevering. Tot volgende week! Dag.